Nou ja, nu een antwoord op de vraag. Waarom, hoe zegt hij dat ook alweer, geen bezwaarsysteem invoeren? Ja. Zoals in België. Het staat in ons programma om dat wel te doen. Wat is het voordeel daarvan? Ja, het echte probleem in Nederland is dat te weinig mensen zich registreren als donor. Of dat er uiteindelijk nabestaanden de beslissing nemen om organen niet ter beschikking te stellen. Dus op die twee punten, daar zou je een verbetering kunnen vinden. De eerste is, hoe zorg je er nou voor dat meer mensen zich registreren als donor? Nou, daar wordt natuurlijk al jaren aan gewerkt, ook met voorlichtingscampagnes, et cetera. Het werkt niet. Niet voldoende. Het levert nog steeds te weinig op. Dus? Dat is voor onze partij ook uiteindelijk reden geweest om te zeggen, nou, dan zetten we die stap naar het geen bezwaarsysteem. Wat een vrij forse stap is wel, omdat dat betekent dat je van mensen eigenlijk registreert, je bent donor, tenzij je daar bezwaar tegen maakt. Dat zou in elk geval, dat moet mensen ook meer aan het denken zetten. Want ja, als je het niet wil, als je niet als donor geregistreerd staat, moet je dan bezwaar daartegen maken. Wat zeggen de donororganisaties zoals de Hartstichting, Nierstichting van uw plan? Nou, die pleiten al jarenlang voor dit plan. Dus er is een maatschappelijke, althans binnen het maatschappelijke middenveld, zoals het mooi heet, is er draagvlak. Maar binnen de rest van de samenleving? Ik vind het zelf ook altijd een vrij forse stap, hoor, die je zet. Heb je zelf een donorcodiciel? Nee, ik sta gewoon geregistreerd. Hè. Je hebt geen codiciel meer, maar je staat... Een formulier waarop staat, ze mogen alles hebben, althans. Dus, ik weet niet eens meer precies wat ik heb ingevuld. Volgens mij mogen ze alles hebben. Ja. Heel veel mensen hebben het niet. Nee, er zijn heel veel mensen die zich niet hebben geregistreerd. En ik denk dat is uiteindelijk ook het echte probleem. Je kunt het systeem wijzigen, dat levert misschien iets meer op. Het belangrijkste probleem is dat mensen erover nadenken, het erover hebben met hun naasten. Hè, met je man, vrouw, je vrienden, vriendinnen, met je familie. Van ja, wat moet er eigenlijk gebeuren als ik ooit een keer verongeluk, je hoopt het niet, maar stel dat het gebeurt, ja, wat moet er dan met je organen gebeuren? Het is ontzettend belangrijk dat mensen dat ook bespreken. Zodat ook je familie weet wat je in die situatie zou willen. Want die moeten op dat verschrikkelijk moeilijke moment, moeten zij altijd de beslissing nemen. Het helpt ook de familie natuurlijk als ze weten wat je gewild had. Hmm.